Blije gezichten in het Henri Dunant Park, waar zo'n 1000 bezoekers donderdag genoten van het splinterspektakel en het zomerse weer. Wat vind jij hier van het hele speelpark? Nee, ik ben daar bij het zwiepen geweest en ik heb 2 keer gewonnen. Wat is dat? Dat is een balk en daar kun je dan overheen springen en dan staat daar een stip op. En dan moet je op die stip blijven staan, anders ben je af. Het wedstrijd springkussen. Dat vind ik leuk. Het kinderfestival werd vorig jaar afgelast en dit jaar moest er een coronabestendige editie doorgaan. Dit jaar hebben we hem helemaal coronaproef gemaakt. Extra groot veld met bouwhekken eromheen. Speciale plekken gezorgd dat iedereen voldoende ruimte heeft om afstand te houden. Zodat we eindelijk weer een feestje voor de kinderen konden geven. Naast een springkussen, ponies en een zwembad waren er ook acts te zien. En die glijbaan, hoe is die bevallen? Niet echt heel leuk. Want? Want ik werd nat. Ja, maar dat is toch de bedoeling ook van een waterglijbaan? Maar niet met een jurk aan. Dat dan weer niet. Zo die dreinding, dat hij erin moet zitten en dan gaat hij heel hard draaien. Dan ga je echt misselijk worden. En een van de spannendste onderdelen was de workshop freerunnen, die veel bekijks trok, maar voor sommige leeftijden wel iets te hoog gegrepen was. Wat moet je allemaal voor oefeningen doen dan? Zo'n backflips. Kun je dat? Nee. Ik vind het een beetje spannend, want als ik verkeerd land, dan kan je iets breken. Daarom ga ik niet te veel doen, want anders kan je daar iets breken en dan kan je het nooit meer doen. Het splinterspektakel is tot en met vrijdag te bezoeken. Kaartjes zijn alleen te koop online. Bestel je kaart online en kom naar het splinterspektakel. Dit wil je niet missen.